Ik heb een bosje bloemen voor je gekocht omdat je zo aardig tegen me bent. Wat zie je leuk uit vandaag. Zal ik u helpen met boodschappen tillen? Wat een mooie ketting heb je vandaag aan. Ik vind het altijd gezellig als ik met jou ben. Heeft u misschien zin in een kopje thee? Dat was allemaal wel heel vriendelijk. Dat klopt ook, want het is vandaag namelijk de Doe Vriendelijk Dag. Leerlingen van de Fiep Westendorp School vinden het heel belangrijk om vriendelijk tegen elkaar te zijn. Mag ik maar hoor. Zal ik het voor je ophangen? Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Ik zou het wel fijn vinden als bijvoorbeeld ik vriendelijk tegen iemand doe en die het ook terug. Dan voel je je ook veel beter. En het is gewoon leuker om ook vriendelijk te zijn. En dan ja, van diegene die je ook lief, dan gaat die ook vriendelijk doen. Als ik aardig tegen iemand doe, dan doet diegene automatisch ook aardig tegen mij. Als je vriendelijk bent, kom je overal. En als je niet vriendelijk bent, dan kom je eigenlijk nergens. Ik vind het belangrijk, omdat sommige kinderen ook gepest worden. Als je niet vriendelijk bent, krijg je ook dan later en nu ook geen vrienden. Imad, je veter staat los. Hey man, het komt gezien. Thanks. Eigenlijk is het dus veel leuker om altijd vriendelijk te zijn. Is zo'n speciale Doe Vriendelijk Dag dan wel nodig? Ik vind het gewoon dat het heel jaar moet zijn, want je moet tegen iedereen gewoon elke dag aardig zijn. Ik vind zo'n Doe Vriendelijk Dag vind ik goed, omdat je daar meer aandacht aan besteedt. En dat je ook die kinderen die gepest worden, geef je daar ook meer aandacht. Daarom vind ik het ook beter. Ik vind het hele jaar door, want één dag, waarom één dag in plaats van het hele jaar? Nou, ik denk niet dat ik het hele jaar volhoud, want ik ben soms wel een klein beetje chagrijnig. Sommige mensen die denken er eigenlijk niet eens aan om aardig te zijn. En dan als ze op tv of aan zulke dingen horen, dan misschien besteden ze daar aandacht aan. Ik kom er niet bij. Zo? Ja. Dankjewel.